Welkom bij Willems Keuze, een nieuwe videorecensie op de site van BN De Stem. We gaan het vandaag hebben over een jazzformatie, de Ploktones. De Ploktones, dat is de groep van gitarist Anton Goudsmit. Hij won een paar jaar geleden, of vorig jaar misschien zelfs, de Boy Edgar prijs van de VPRO als beste jazzmuzikant van 2010. Hij groeide niet op met jazz, want hij was fan van Jimi Hendrix en van Elvis Presley. Maar later is hij toch wel in die jazz terechtgekomen via Jaco Pastorius van The Weather Report en andere goede muzikanten. Het is een beetje een mafketel, die Anton Goudsmit. Hij spreekt geweldig in interviews. Hij zegt altijd van als ik nummers componeer, nou ja, het is eigenlijk ongeveer hetzelfde als ik laat een scheet richting mijn bandleden en zij maken er dan een mokkataart van. Nou, dat deze voor het eerst tijdens een uitzending van de VPRO op de radio, live op het dak. Toen heette ze nog niet de Ploktones, maar gewoon Anton Goudsmit als gitarist. En de andere bandleden die heette Efraim Trujillo, dat is de altsaxofonist en de fluitist. Jeroen Vierdag, dat is de bassist. En Martijn Vink, dat is de drummer. Je hoort op de achtergrond al een stukje van dat live op het dak uit 2005. Het nummer heet WC. Anton Goudsmit, hij is ook lid van New Cool Collective, maar in zijn eigen band, de Ploktones, daar speelt hij graag ongehoorde toonladders. Originele muziek, hij wil graag improviseren met muzikanten die aan elkaar gewaagd zijn en dat is dat viertal van de Ploktones zeker. De naam de Ploktones, dat is ook leuk, want hij wilde per se een bandnaam hebben waar Tones in zat, net als in de Deftones, de metalband. En dat is gelukt dus, want de Ploktones, nou, de Plok komt van Plokton, dat is een Schots dorpje en daar is hij van plan naartoe te emigreren, heeft hij me ooit verteld, als Geert Wilders aan de macht is. Wie weet. De Ploktones hebben een nieuwe plaat, die heet 3-2-1. En Anton Goudsmit is niet alleen gek, hij is ook, hij schrijft ook geweldige nummers met prachtige titels. We gaan straks het nummer Kont draaien, ik heb het niet verzonnen. Maar er staat bijvoorbeeld ook een nummer op waarin geweldig veel geïmproviseerd wordt en dat heet Ben Benieuwd. Dus waarschijnlijk was u net zo benieuwd als u en ik wat er uit zijn improvisatie kwam. Er staat ook een heel rustig nummer op, dat heet dan toepasselijkerwijs Kalm. 3, 2, 1, de Ploktones. Nou, als u ook benieuwd bent, we gaan een stukje draaien van zijn nieuwe plaat. Kont en volgende week ben ik weer met andere muziek. De Ploktones.